het slechte voorbeeld. Het is altijd zo dat kinderen dan, die slaan dat dan over, weet je wel. Dus, dat is een gelukkig. Oh, je denkt dat het op die manier werkt? Het gaat om en om, weet je wel. Dus, net als met haar. Dus mijn opa die had enorm veel haar. Mijn vader geen haar. En nou, je ziet Hele wijze les. Door het verkeerde voorbeeld te geven, door het omgekeerde te doen wat iemand eigenlijk moet doen, denk je dat de volgende generatie. Zij die het heel lekker vinden, maar zoekt het maar uit, hoor. Ja, dan heb je pech gehad. Ja. Er zit een, Jules, een wonderlijke rode draad in het programma. In jullie theatervoorstelling, de Bijbel. Ja. Ja, inderdaad. En toen dacht ik, dat lag niet echt enorm voor de hand. Nee, dat is misschien juist leuk, maar ook wij, zoals Herman laatst zei, wij zijn de enigen die nog wel eens in de Bijbel lezen. Op eenzame hotelkamers, daar ligt altijd zo'n Bijbel, dus dat zitten wij nog wel eens te koekeloeren. En dan kom je toch rare dingen tegen. Ja, want jij bent zelfs redelijk bijbelvast, Herman, heb ik begrepen. Nou, ik heb behoorlijk het woedend licht gezien, ja. Ja. Valt er iets spontaan te citeren, weet je iets of niet? Hen die ik onthoofd zijn opgewekt. Ja, de Bijbel spreekt in vergelijking. Hè? Ja, natuurlijk. Het lijkt allemaal zo raar, want de Bijbel zegt ook. Zij die hebben zal gegeven worden en die niet hebben zal ontnomen worden. Zelfs wat ze niet hebben. Het lijkt raar allemaal. Maar dat is even, we moeten een paar keer lezen. Ja, we nemen een pauzetje ook. Nou, dat is. Ga door. Verder nog vragen? Ja, zeker. Jij leest in het programma een heel mooi gedichtje voor over het feit dat je mooie momenten verzamelt. Je hebt dat daar ook liggen, zie ik nu. Kan je dat zodanig opslaan dat je meteen voor je neus hebt, of niet? Nou, kijk, mijn vader die zei, jongen, ik heb iets uitgerekend. Ik denk, oh god, hij zegt, je geeft 7.885 gulden aan speed uit per jaar. Je geeft... Maar hij vond het 8.000 zoveel aan gedistilleerd, had het allemaal uitgerekend aan hoeren lopen. Weet je hoeveel dat is, jongen, bij elkaar? Nou, dat is bijna een ton daar. Maar zo'n harde werker had miljonair kunnen zijn. Ja, en dan? Ja, en dan? Ik hou van je pa, ik ook van jou, jongen, maar soms, pa, ik verzamel geen geld, ik verzamel mooie momenten. Mooi. Ja. Het applaus kwam spontaan, hè? Hoor je dit? Ik had eigenlijk nooit durven denken dat mijn volgende gast ooit bij mij is.